valt zoveel te ontdekken voor jezelf. Ja. En dat ontdekken, dat nieuwsgierige en ook ja, alleen avonturen te halen, maar ook samen avonturen te halen. Ja. Dat ontdekken, dat nieuwsgierige, dat is voor mij bijvoorbeeld wat ik heel erg voel, ook als ik in de natuur loop. Ja. Het maakt mij heel open en... ja, dat ik dat allemaal zo kan horen. Dat eigenlijk die 360. Hoe heet die man ook weer? Die bol, die eenheidservaring ervaren in mezelf. Ja. En om daar elkaar weer in te ontmoeten. Ja. Ja, dat is... Ik zeg wel eens tijdens lezingen ook... Dan merk ik wel dat mensen daar soms een beetje gechoqueerd door zijn. Want dan zeg ik, samenwonen is funest voor de liefde. Ja. En dat is natuurlijk een beetje provocerend ook. Ja, en, dan druk je wel op de bedoeling. Knoppen. Ja. En dan natuurlijk, maar als je dat dan een klein beetje toelicht... Kijk, soms is het best wel moeilijk haalbaar als je bijvoorbeeld kinderen wil... En je hebt niet zoveel geld om dan toch in twee aparte woningen te blijven wonen. En dan gaan mensen soms samen wonen. Ja. En dan zou dat betekent niet per se dat je dan niet spiritueel een relatie zou kunnen hebben met je partner. Nee. Maar je moet wel verdomd hard werken dan om elkaar af en toe los te laten. Ja. Want dat gemakzucht sluipt er dus inderdaad in. Ja. En ik heb best ook wel veel verhalen gehoord van partners die zeiden dat sinds ze dan zeg maar om de andere week elkaar vrij afgeven en dat een van beiden dan alleen weggaat en bijvoorbeeld op een caravan op de Veluwe ergens gaat zitten een weekend en dat dan ombeurten, weet je wel, dat sindsdien hun relatie opbloeit. Goed idee. Door gewoon af en toe niet samen te zijn. Ja. En zelfs met kinderen dan maar wisseldienst af te spreken, dan deze week ben jij. Ja, en ik heb één verhaal, er staat trouwens in een van mijn boeken, Bevrijd door Liefde, staat het verhaal van mensen die besloten om apart te gaan wonen zonder dat ze uit elkaar gingen. Ja. Ja, ze hadden kinderen en die man kon die kinderen gewoon niet aan. Die man was op een of andere manier zo hoogsensitief dat hij zich iedere keer afsloot als hij in dat huis te lang, weet je wel. En dan ging hij achter zijn computer zitten en hij werd helemaal gek van die drukte in huis. En die hebben toen dat tijdig gezien. En hij zegt, we gaan apart wonen en die man komt nu met plezier. Komt hij thuis, komt hij naar haar toe als zij even weg wil. Ja. En de weekenden zijn de kinderen soms bij hem. Waanzinnig, hè? En die hebben zo leuk nu. Ja, het is toch als je dat aandurft, hè? Maar tegelijkertijd, voor ego is dat in eerste instantie beangstigend. Ja. Hoe apart gaan wonen, dat is het begin van het einde. Dat voelt als falen. En ook vooral, wat zal de buitenwereld daarvan vinden? Want dat is op een hele andere manier je relatie indelen. Ja. Dus zoveel moois te ontdekken op dit gebied. Ja. Hè? Spiritualiteit levert zoveel nieuwe gezichtspunten die uiteindelijk gewoon veel meer geluk en veel meer liefde opleveren. Ja. En veel minder beknellingen. Ja.